Vandaag gaan we op bezoek bij Kees van der Marel, oud-gediende uit de branche, ken hem al jaren. Leverancier van hele mooie groen decoratie, mooi meubilair. Ik ga zo even wat vragen stellen aan Kees. Hey Kees, even de volgende vraag. Ik ken je al heel wat jaren en elke keer als ik op een evenement kom waar jij de inrichting doet, dan is dat zo herkenbaar. Wat is eigenlijk de handtekening van de Marel, van Kees? Nou, ik denk dat de handtekening is voor ons dat wij, dat eigenlijk de gasten voelen eigenlijk al op een bepaald ogenblik dat wij erachter zitten, omdat eigenlijk alle details kloppen. Ja? Alle elementen met betrekking tot sfeer, ja, weet je, sluiten naadloos op elkaar aan. Eigenlijk, hè? Meubilair, bloem, groen, et cetera, et cetera. En ja, daarnaast wil ik een heel mooi verhaal vertellen, maar voor mij, als je om je heen kijkt, eigenlijk wat we doen en misschien ja, dat je oor te luisteren legt in de markt, dan, ja, dan hoor je denk ik wel hoe wij het aanpakken en waar we voor vast voor staan. Dus, ja. Ja. Nou, dat klopt, Kees. Ik hoorde inderdaad alleen maar goede verhalen. We hadden het er net over, even een hele andere vraag. Dat vind ik wel leuk in dit interview. We hadden het net over dat we echt met een paar oud-gedienden nog wel eens wat leuks zouden doen. Wat zou jij nou leuk vinden om met een paar oud-gedienden uit de branche, want dat zijn we. Ja. Wat voor reisje moeten we doen? Nou, op zich ja, weet je, het zijn natuurlijk denk ik meerdere. Maar wat ik ook echt een hele mooie man vind eigenlijk ook wel binnen de branche is George Schreuder. En die ken ik ook al behoorlijk wat jaartjes. En, we hebben het eerst over gehad, misschien moet ik een keer lekker een lang weekend lekker naar Oostenrijk gaan. Heidi, Heidi. Lekker skiën met z'n allen en daar even lekker doorhalen, dus dat lijkt me een mooi plan. Ja. Zullen we dat gewoon in gang gaan zetten? Nou, waarom niet? Ik zou zeggen, nou, doen we. Gezellig. Nou, ik ga nog even hier rondkijken in je mooie bedrijf, Kees. En dan spreken wij elkaar sowieso 9 maart. Want daar doe jij een groot gedeelte van de beurs inrichten. En succes. Oké, dankjewel.